ik drink nooit meer. Mensen die nooit alcohol drinken, die zijn verdacht. Hoeveel glazen kunnen er in één fles wijn? Ik hoor hier 5, 6, 4. Sinds ik niet meer drink, is een persoonlijk humoristisch theatercollege. Dat wil zeggen dat je op een toffe manier wordt geïnformeerd over alcohol en dat je ook nog eens wordt geëntertained. Ik lig nooit laveloos op de zetel. Ik verstop ook geen lege flessen achter de koelkast. Dan kom ik op een feestje of in een kroeg en dan hoor ik de mensen fluisteren. Daar is ze. En dan verstoppen ze hun drankje zo achter hun rug. De voorstelling gaat over persoonlijke anekdotes die ik beleefd heb toen ik de eerste 500 dagen nuchter was. Aangevuld met weetjes over alcohol en vooral heel veel humor. Dus je hebt de waaiers van kleuren waar je uit kunt kiezen. Ben ik met een vriendin aan het praten en dan is ze aan het zeuren over haar ex-man met zijn nieuwe vriendin voor de 10e keer. Dat gesprek. Drankje. 2 lijntjes cocaïne. Van eentje van Colombia en wat willen jullie? Die van Peru. Ah, het is happy hour. Oh, tof. Ah, dan wil ik nog wel een bolletje heroïne. Yes, dank u. De voorstelling is uniek omdat er nog niet veel voorstellingen zijn geweest waarin er zo openlijk wordt gesproken over alcoholgebruik en alcoholmisbruik. Dus wat mij dan weer opvalt, is dat iedereen liegt over hoeveel ze drinken. Ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws, zei mijn mama. 11 jaar geleden. Het goede nieuws was, ze had een nieuwe auto gekocht. Het slechte nieuws was, ze had borstkanker. Ik maak een combinatie van vooral ook te benoemen wat de goede dingen zijn aan alcohol, wat de minder goede dingen zijn aan alcohol. En ik denk dat iedereen buiten stapt met iets meer kennis over wat alcohol met hen doet. En misschien is het wel een mooie start om iets bewuster om te gaan met alcohol. En waar lag uw fiets uiteindelijk? Ja, nou, ik ben nog steeds aan het zoeken.